U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er liggen veel wolken over Nederland en uit die wolken valt van tijd tot tijd wat regen of motregen. In de loop van de ochtend wordt het eventjes wat droger en eh, misschien klaart het even op, maar over het algemeen blijft het grijs. Vanmiddag gaat het van het zuidwesten uit opnieuw regenen en vooral in de westelijke helft van het land wordt het vanmiddag en vanavond nat. Vanmiddag temperaturen van 7 of 8 graden en stevige wind, vooral langs de kust, daar waait het krachtig met windkracht 6. Vanavond ook dus een natte boel met temperaturen die langzaam iets gaan dalen. 5 tot 7 graden is het dan. En mogelijk neemt de wind tijdelijk even wat af als de kern van een lage drukgebied langs de kust naar het noorden trekt. Dan hebben we morgen een ander weertype, want dan is het wat buiig. Met in de loop van de dag ook wat zonneschijn erbij. De buien die worden geleidelijk aan wat winters van karakter, met kans op natte sneeuw en hagel en misschien ook onweer, vooral in het noorden van het land. Vijf of zes graden, zondag hetzelfde weerbeeld, met in ieder geval dezelfde temperaturen. Maar de zon die schijnt wel vaker, vooral in de ochtend. En dan in de loop van de middag wat meer bewolking in de avond van het west-uit weer regen. Maandag en dinsdag is het opnieuw wisselvallig zes tot acht graden op de thermometers. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.